Mag ik een heel warm applaus voor onze eerste D66-minister van Financiën, de vicepremier van Nederland en onze partijleider Sigrid Kaag. In welke stad wil je wakker worden? In een stad waar de ene Nederlander minder is dan de ander, waar bedreigingen normaal worden gevonden en waar de democratische rechtsstaat die met zoveel bloed, zweet en tranen is opgebouwd, wordt aangetast? Of in een stad waar mensen anders mogen zijn, iedereen welkom is, maar het recht je beschermt tegen de tirannie van de meerderheid? Als er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt, lopen we er niet voor weg. Jullie zijn onze familie, onze buren, collega's, teamgenoten en landgenoten. Deze verkiezingen gaan dus ook over verbinding en saamhorigheid in onze samenleving. Tegen de aanhoudende polarisatie en tegen de opmars van de extremen. Zodat we samen aan de slag kunnen gaan met schone lucht, goed onderwijs en woningen voor iedereen. We zien deze raadsverkiezingen voor wat ze zijn. De meest wezenlijke voor de manier waarop we leven. We hebben nog maar 4 weken te gaan. We kunnen overal in het land verantwoordelijkheid nemen voor het bestuur. Van Nijmegen tot Groningen, van Eindhoven tot Enschede. Die kans grijp ik graag met jullie allen.